Probeer het je eens voor te stellen. Je wandelt de trap op, maar na 8 treden ondervind je moeite met je ademhaling. Je bent zo kortademig door deze inspanning dat je zelfs even moet blijven staan voor je verder de trap op kan. Dat is precies wat er dagelijks gebeurt bij ongeveer 600.000 mensen in België. Zij hebben chronisch obstructief longlijden, of kortweg COPD. Maar hoe ontstaat dit nu? Een mogelijke oorzaak is door het inademen van schadelijke stoffen, zoals bij roken. En zo is er onherstelbare beschadiging van de longblaasjes, waardoor de longen niet meer werken zoals het moet. Hierdoor ondervinden patiënten kortademigheid en zullen ze fysieke activiteiten, zoals de trap opgaan of fietsen, vaak onbewust vermijden. Maar hierdoor daalt de conditie en komen patiënten in een vicieuze cirkel terecht, waarbij ze steeds minder gaan bewegen en sneller kortademig worden. Met mijn onderzoek wil ik patiënten, ondanks hun longziekte, motiveren om terug meer actief te zijn. Hiervoor ontwikkelden we een beweegprogramma waarbij we met een smartphone-applicatie een gepersonaliseerd stappendoel opstellen. De patiënt ontvangt wekelijks feedback en we motiveren hem om zijn stappendoel geleidelijk aan op te drijven. Met een stappenteller kan de patiënt zijn stappendoel dagelijks opvolgen. Als kinesitherapeut begeleid ik de patiënt van op afstand met regelmatige telefooncontacten om eventuele problemen of onzekerheden bij bewegen te bespreken. In mijn doctoraatsonderzoek ga ik na of dit coachingprogramma patiënten kan motiveren om meer actief te zijn, wat de lange termijn effecten op gezondheidsvlak zijn en kijken bij wie deze behandeling het beste werkt. Zo hoop ik de negatieve spiraal van inactiviteit te kunnen doorbreken bij patiënten met COPD. De longen kan ik helaas niet genezen, maar vertrouwen terugwinnen om te bewegen, daar ga ik voor.